Dus ik heb, wil ook geen klachten horen van hij weet er geen zak van. En weg ermee. Ik heb die breugels wel eens gezien. Dat is allemaal rotzooi. Geef mij maar Picasso. Dat wil ik allemaal niet horen. Want wat we gaan doen is, hoe arrogant het ook mogen klinken, dat wij gaan meesterwerken bespreken. Met Van Rossum, kunt u mij horen? We hadden volgens mij een boek wat je nog ging bespreken en iets met kunstenaars. Ja, ik heb besloten voor de kunstenaars. Dat wil zeggen, ja, kunstenaars, voor het product voor de kunstenaars. Dat wil zeggen schilderijen, heb ik besloten. En we moeten eens even kijken hoe dat gaat. Want het is natuurlijk het eigenaardige van de podcast is dat er geen beeld is. Want zelfs het cameraatje is volgens mij ook uitgevallen nu. Dat zou kunnen, ja. Daar zit een max op. Als we te lang lullen, gaat hij vanzelf uit. Dus ik dus ook het verzoek aan iemand, als iemand weet of er cameraatjes zijn die nou 3 uur meegaan. Qua geluk. 5 uur heb ik er net gehoord. Van wie? Van nee, ik doe die opnames met Emma Wortelboer. Ja. En dan hebben we 3 GoPro-camera's op de vooruit geplakt. Ja. Want we spreken in de auto ook allerlei belangrijke thema's doorgezameld. Ook dit soort cameraatjes? Dat soort cameraatjes, GoPro. En de middelste van die 3 GoPro's, ik vroeg nog hoeveel kan erop. En toen zei de cameraman 5 uur. Oké. Okay. Maar heb je ook gevraagd of het dan 4K-beeld is, of dat het gewoon HD-beeld is? Nee, daar heb ik nou toevallig niet aan gedacht. Maar hij zei, er zit 5 uur op. En in principe moeten die bruikbaar zijn om in een uitzending te plakken. Precies. De accu is ook nu nog niet leeg, maar het geheugenkaartje is vol. Omdat hij op 4K-beeld staat. Oh. Dus als je hem nu terugzet naar één kwalificatie, dan kan ik wel eens proberen, eentje lager, dan heeft hij waarschijnlijk nog wat beeld. Want dan zouden we eventueel bij die schilderijen zou ik een plaatje mee kunnen brengen en dat hou ik dan voor de camera. Ja, dat kun je maar doen. Zo wou ik het eerlijk gezegd niet aanpakken. Goed, okay. Ik zal straks iets gaan behandelen. Maar mijn ervaring is, ik heb dat natuurlijk zelf ook keurig even geprobeerd. Mijn ervaring is dat vrijwel al die Europese topkunst, en daar zal het voor een belangrijk gedeelte over gaan. Misschien ook nog iets over Japanse prentkunst. Dat zou ook nog kunnen. Je kunt er wel even mee voort, kan ik er wel bij zeggen. Geldt het dat als je even op je computer op een knop drukt, dat je het fullscreen met hoog oplossend vermogen kunt zien op je computerscherm? Ik zou sowieso iedereen willen aanbevelen, hou op met dat geprutsen met zo'n laptopje, niet waar, dat is toch wel een piepklein schermpje. Koop een kwalitatief goed groot scherm. Een curved heb jij, hè? Zo'n ja, curved ik heb zeker. Je kunt het simpel aansluiten met een stekkertje. Het werkt altijd. Ik geef toe, ik heb het niet zelf aangesloten, maar toch. Het is heel simpel en je kunt het dus op groot scherm zien. Dat heeft al grote voordelen. Heel veel topkunst is bovendien een onderdeel van een Google-project. Waarbij u dat ding op het scherm kunt zetten. En dan kunt u nou min of meer eindeloos vergroten. U kunt echt tenslotte de krakelee van die u met het blote oog niet direct ziet, die kunt u goed zien. Dat is een fantastisch project in principe, waarbij je ook de kleinste details echt vlijmscherp op je scherm krijgt. Het heet ook Google. Nou ja, ik zou natuurlijk moeten weten hoe, maar volgens mij is vrijwel, zullen bijna alle luisteraars, denk ik, zijn handiger met de digitale wereld dan ik. Dus ik geef ze ook een hele goede kans om bij die kunst toch heel snel dat even te kunnen tonen aan zichzelf. Ja. Dat is op de telefoon, want ik heb begrepen dat heel veel mensen op de telefoon luisteren. Dat is op de telefoon natuurlijk, wordt het wel erg klein. Hoewel sommige van die dingen zulke enorme schermen hebben nu, dat je denkt van grote god nog aan toe, waar gaat dit eindigen? Wij hebben bovendien van die klaptelefoons, waarbij je een soort van mini iPad tevoorschijn komt als je hem openklapt. Ik ben benieuwd wanneer Apple ook aan de klapperij gaat, eerlijk gezegd. Lang geleden bezat ik een heel klein, ontzettend handig klaptelefoontje. Kloppentelefoontje, een, hoe heet dat ding nou? Ook zo'n Amerikaans ding waar je een antenne uit moest trekken. Ja, die klap je eerst open en dan moest je die antenne opentrekken voor ontvangst. Ja, dat werkte prima allemaal. Maar het was zo'n dingetje. Ja. Kon makkelijk in mijn broekzak dan nu als je dat ding, als je die telefoon in je broek zet, heb je zeker het gevoel dat je begonnen bent met een harnas aan te trekken. Hè? Je hebt ook nog een hoesje omheen zitten. Ja, daar had ik ook nooit aan moeten beginnen. Kleren ding.
En ik vond het al een klerendenk. En, maar nou, dit is niet autobiografische onhandigheid. Maar goed, ik denk het is een klerending. Dus ik haal dat hele hoesje haal ik eraf. Zeg, en binnen 24 uur liet ik hem vallen in het park. Met een grote bas erin. Daar heb ik hem te veel opgezet. Kortom. Ja, het kan, soms zit het mee en soms zit het tegen. Het kan niet alle dagen feest zijn om met mijn zuster te spreken. Maar nu is de kunst. Dus ja, u moet zelf even zoeken. En zelfs op de telefoon kunt u in ieder geval de basis is zichtbaar. Geef je wel goed de naam even door, dat we weten wat we moeten doen. Ik ga het allemaal enorm duidelijk doorgeven, dat kan is ik je verzekeren. We zitten nu, dit is de laatste podcast van de winter. Ja, de weerkundige lente is begonnen. Dus we zitten toch in de naweeën van de winter. Precies, voor de Erwin Krols en zo wordt, van deze het wereld. Wordt ook nog een koud, het wordt nog een koud weekend, heb ik begrepen. Ja. Dus ik begin met een winterlandschap. En het aardige van dit, het significante van dit winterlandschap is dat het door deskundigen wordt beschouwd als het eerste echte winterlandschap ooit. En dan zou je zeggen, nou ja, dan zal het misschien een beetje prutserig zijn. Ja, je moet ergens beginnen. Hoe doe je dat dan eigenlijk precies, een winterlandschap schilderen? Maar wonderlijk genoeg is het waarschijnlijk ook het beste winterlandschap wat ooit geschilderd is. Terwijl het tegelijkertijd het eerste winterlandschap is wat als zodanig is geschilderd. En wat betreft dit schilderij heet Jagers in de Sneeuw. En het is een schilderij van Pieter Breugel de Oudere. En Pieter Breugel de Oudere was een Vlaamse schilder. Met een beetje goede wil kun je beweren dat hij in Nederland is geboren, maar we weten niet precies waar hij is geboren. Maar zo, hè, Breda zou er mooie sier mee kunnen maken en een breugelcentrum inrichten. Maar hij heeft gewerkt in Antwerpen en later in zijn leven in Brussel. Hij is niet oud geworden. Hij was van 1525 en hij is overleden in 1569. 25 is onzeker omdat we kunnen nergens vinden waar dat opgeschreven is. Maar we weten wel wanneer die overleden is. En als u nou dat schilderij wil zien, Jagers in de Sneeuw, wat een zonder enige twijfel een superieur meesterwerk is, dan moet u naar Wenen. Dan kunt u het zelf zien. U kunt het hartstikke mooi zien op uw scherm. Het is ook onderdeel van het Google-project wat ik reeds noemde. Dus u kunt het wel in het kleinste detail kunt u het gaan bekijken. Maar zoals u weet gaat er niets boven het echte schilderij. En dat hangt in Wenen, in het Kunsthistorisch Museum. Sowieso, mocht u in Wenen zijn, om wat voor reden dan ook, zelfs als u bij Heineken werkt, niet waar, mocht u in Wenen zijn, ga naar het Kunsthistorisch Museum. Jij bent er binnenkort ook, hè? Ik ben er binnenkort ook. En dan ga ik... Ik breng altijd een bezoek aan het Kunsthistorisch Museum, terwijl wij daar eigenlijk onze reis een ander focal point brandpunt heeft. Het is verschrikkelijk toch, die ziekte met die Engelse woorden. En ik ga dus het hele museum, ik heb allerlei favorieten hangen in het museum. Er is zelfs een gepolychromeerd portret van Philips II. En dan loop je zo'n soort van hokje binnen en zie je ineens Philip II staan. En dan denk je, oh god, daar heb je de onderdrukker van de Nederlanden. Maar het is een hartstikke leuk portret eigenlijk. Ga daar ook even naar kijken. Maar na enige omzwervingen kom je tenslotte in een uitzonderlijke zaal. Ze hebben trouwens in Wenen ook heel fijn zitmeubilair. Laatste keer dat ik er was, je weet nooit met die musea. Maar goed, wanneer zal ik het voor het laatst geweest zijn? Een paar jaar geleden. Met grijs fluweel bedekte banken waar je heerlijk rustig op kunt zitten. En toen was de meest aangrijpende zaal, zaal 14. Want in zaal 14 hangen volgens mij 14 breugels. Dat is in feite ongeveer een derde van alles wat hij in de loop van zijn leven heeft gemaakt.
Maar nu terug naar die Pieter Breugel de Oudere. Nogmaals, vergeet niet naar dat museum te gaan. En als u maar een half uurtje heeft, dan moet u al die andere poppenkasten overslaan. Hoe indrukwekkend ook. U gaat regelrecht naar zaal 14 of u informeert even waar de breugels hangen. En dan, nou ja, als u een half uur heeft, dan heeft u een eerste impressie. Want je kunt in die zaal ook moeiteloos 2 uur doorbrengen. Helemaal geen enkel probleem. Maar eerst terug naar Breugel. Breugel is gewoon in de leer gegaan, zoals dat altijd ging in die tijd. En Breugel heeft zijn hele eerste deel van zijn carrière eigenlijk getekend. Breugel was een meesterlijke tekenaar. U doet er ook verstandig aan even naar zijn tekeningen te kijken. Want met zijn tekeningen is hij namelijk beroemd geworden. Hij had relaties met een uitgever en daarvoor tekende hij voor. En die uitgever liet van die fantastische tekeningen, liet die gravures maken. En zo is Breugel eigenlijk beroemd geworden. Als de maker van de tekeningen, die vervolgens in gravures werden omgezet, waardoor die ook in die tijd, we hebben het dus ondertussen over de eerste helft van de 16e eeuw, een zeer brede verspreiding vonden. Dus hij is eigenlijk pas, hij is ook hoofdstuk 17 een reis gemaakt naar Italië, waarvan het wonderlijke is dat natuurlijk heel veel schilders maken een reis naar Italië en die raakten dan, zoals dat heette, geïtalianiseerd. En dat is het gekke van Breugel, die is niet, hij vond het allemaal heel interessant, hij heeft prachtige tekeningen gemaakt, maar hij is niet geïtalianiseerd geraakt. Wat bij mij altijd een lichte sympathie opwekt. Vooral de kunsthistorici zijn zeer geneigd, naar mijn gevoel, om de Italiaanse schilderkunst van de Renaissance eigenlijk enigszins te overschatten en de Vlaams-Nederlandse schilderkunst van dezelfde tijd enigszins te onderschatten. Ik weet niet of dat inderdaad zo is, maar die indruk heb ik in ieder geval. Dus pas in een veel later deel van zijn carrière is hij gaan schilderen. Feitelijk heeft hij alleen de laatste 7 jaar van zijn leven heeft hij geschilderd. Dus dat is een oeuvre van, nou ja, het doet een beetje aan Vermeer denken, een oeuvre van, nou, huppakee, 40 plus schilderijen of zo. Als je denkt dat Monet 4000 schilderijen heeft nagelaten, dan zie je, dat niet waar, dat zijn er dus, dat is een honderdste deel van wat Monet heeft nagelaten. Die natuurlijk ook qua techniek het wel wat vlotter op het doek kon zetten dan die lui in de tijd van Breugel, want dat maken van zo'n schilderij was een bewerkelijk proces. Het was op paneel, meestal, de meeste van de werkers op paneel, en dat moest op een bepaalde manier bewerkt worden. En nou, het was een hele ingewikkelde en complexe zaak. Misschien moeten we overigens ook in bij deze schilderijenpodcast ook nog even dat schilderij van Vermeer behandelen, wat niet in het Rijks hangt op dit moment, gewoon om te treiteren. Want waar hangt dat namelijk? Dat is een heel beroemd schilderij van Vermeer, een van de allerberoemdste. Dat is het Atelier van de Schilder. En dat hangt in Wenen. Als u er nou toch bent en u heeft een kwartiertje extra, loop dan even naar de 17e eeuwse Nederlandse afdeling. Daar hangt dat schilderij. U kunt het in alle rust bekijken. U hoeft geen digitaal kaartje te kopen, u hoeft niet te dringen, u hoeft geen andere kunstminnaars te stompen en weg te trekken. U kunt het gewoon in uw pieren eentje langdurig rustig bekijken. Er hangen ook nog 3 prachtige portretten van Rembrandt uit zijn latere tijd. Het is een schitterend zaaltje ook. Het hele museum is schitterend, maar dit is ook. En ze hebben het verdomd om Vermeer uit te lenen. Naar mijn idee terecht. Ik ben op dit punt, zou ik zeggen, dient de directeur van het Kunsthistorisch Museum in Wenen een felicitatietelegram te ontvangen. Wel gefeliciteerd dat u Vermeer niet uitgeleend heeft. Hè? Want ja, je begrijpt, het moet verpakt worden, het moet een vliegtuig in, het moet overgevlogen worden. Nou ja, denk je zin dat, ik hoop wel dat ze dingen niet met meerdere tegelijk in een vliegtuig hebben geladen. Het stort niet. Nou ja. Oké, hij heeft dus alleen de laatste jaren van zijn leven heeft hij geschilderd. En eigenlijk, ik wil niet zeggen dat niet, een hele reeks van schilderijen die fantastisch zijn. Die ook iedereen, denk ik zelf, fantastisch zal vinden om te bekijken.
kom zo terug op de jagers in de sneeuw. Breugel was ook in zijn eigen tijd en kort na zijn dood een begeerd schilder. Men ook vorstelijke hoven wilde graag een aantal van die Breugels hebben. Hij was beroemd in Europa. Het was niet zo dat hij vergeten is of zo. Tragisch op een zoldertje, niet waar hij aan de TBC gestorven is of zo. Nee, Breugel was beroemd en hij heeft waarschijnlijk zeker later met die schilderijen goed verdiend. En dat Jagers in de Sneeuw, nu iets meer details, is onderdeel van een serie van 6 schilderijen. Die 6 schilderijen betreffen steeds 2 maanden van het jaar. En dat is in principe de sombere lente, het begin, helemaal het begin van de lente. De lente zelf, de zomer, de oogstmaanden en dan Jagers in de Sneeuw. Van die 6 schilderijen zijn er nog 5 over. Er is er 1 zoek geraakt. Dat is volgens mij de lente, die is zoek geraakt. Er is zelfs een vrij komische Engelse detective geschreven, waarin zogenaamd dat ding gevonden wordt. Maar tenslotte, als ik het me goed herinner, weer verloren wordt. U kunt het ook even simpelweg allemaal even opzoeken op het internet. Maar wat even zoek geraakt, het kan zijn dat iemand hem nu gewoon heeft hangen. Nee, maar dat... nee. Ik denk dat die, laten we zeggen, de eeuwen niet, vergeet niet, dit is dus 400, dit is bijna, het is 500 jaar geleden. Hè? Bijna 500 jaar geleden. Ik denk, al die schilderijen namelijk hebben de meest wonderlijke omzwervingen gemaakt in de loop der tijden. In die zaal 14 in het Kunsthistorisch Museum hangen 3 van de 6 schilderijen uit die serie. Daarvan is de winter, Jagers in de Sneeuw, denk ik het beroemdste. Maar ook de herfst is een prachtig schilderij. En ik denk ook dat ze nog het sombere voorjaar hebben. Dat is ook een meesterlijk schilderij. Jammer genoeg hangt de zomer in New York. Ook zeer de moeite waard. En er hangt er ook nog 1 in Praag. En er is als 1 zoek geraakt. Vandaar 6, 3 in Wenen. In ieder geval heb je toch de helft gezien. En daar is niet een replica van gemaakt of zo? Nee, daar is vooral omdat we niet weten hoe de lente eruit ziet. Okay. Dat is het probleem. Ook geen foto of tekening? Nou, er is allerlei onderzoek naar gedaan naar hoe het schilderij van de lente eruit zou hebben kunnen zien. Tenminste omdat hij ook een aantal prachtige tekeningen heeft gemaakt met als duidelijke thematiek de lente. Maar op die tekeningen zie je niet wat je op de 5 overgebleven schilderijen ziet. Namelijk dat het toch gesitueerd is in een ruim landschap. Met een groot uitzicht en een rivier in de verte en bergen en nou ja, allemaal dat soort van dingen. Dus nee, ze weten het eigenlijk niet helemaal zeker. Ja, wie weet had hij een heel gek plan voor de lente dat zou kunnen. Want een prachtige tekening heeft hij gemaakt van mensen die in de lente bezig zijn om de tuin op te knappen, om zich voor te bereiden op nou ja, wat gaat komen in de tuin naarmate het jaar vordert en de lente vordert. Maar nu dan terug in principe naar de Jagers in de Sneeuw. Dat zit ten eerste, is dat compositorisch fantastisch goed gedaan. Er is een heel ruim landschap. Er is ook wel gezegd dat Breugel eigenlijk een van de allereerste is die landschappen schilderde. Je ziet natuurlijk ook op eerdere christelijke kunst zie je vaak wel landschappen door de raampjes heen. En dan zie je dan een sjaasie bij Maria. Maar Maria zit voor een raampje. En in de verte zie je een landschap. Er moet iets geschilderd worden. En hij schilderde echt landschappen. Bij Jagers in de Sneeuw is dat in die zin een merkwaardig landschap. Het is evident het laten we zeggen, agrarische landschap van Brabant en Vlaanderen in die tijd. In de vroege 16e eeuw. Maar je ziet een grote bergpartij. En dat heeft te maken met het feit dat Breugel gefascineerd was door de Alpen. Want je begrijpt dat voor iemand die uit het vlakke land kwam, de Alpen natuurlijk dat was wonderbaarlijk. Sterker nog, zo herinner ik het me ook. Dat je op weg naar Zwitserland was, wij waren met de auto. En dat je dan in de verte die bergen zag. Dat je denkt, iedereen moet 1 keer in zijn leven de bergen hebben gezien. Daarna hebben ze allerlei nadelen, die bergen. Maar goed, je moet ze een keer hebben gezien. En dan maken ze ongetwijfeld grote indruk op je. Als je nooit iets anders hebt gezien dan in mijn geval de Wageningse Berg. Wat toch weer een hele andere propositie is natuurlijk. Dus ja, rechts zie je op dat schilderij bergen.
En de, op de voorgrond, daar zie je het groepje van jagers die... En het is een sneeuwlandschap, daarom zei ik, het is een winterlandschap. Daarom beginnen we ook met dit eerste wereldberoemde winterlandschap, jagers in de sneeuw. Het is duidelijk dat de kou fors heeft toegeslagen, want de jagers hebben ook eigenlijk vrijwel niks gevangen, alleen is een ongelukkig vosje, geloof ik. En nou ja, die honden zien er ook nogal mager uit die ze bij zich hebben. Het is duidelijk dat de jacht geen groot succes is geworden. Is het daarom een somber schilderij? Nee, dat is het eigenlijk niet. Want, en dat is zo nuttig ook als je het en detail wil bekijken, het, zoals altijd bij Breugel, het wemelt van de hele interessante en lollige details. Hij is gek met details. Sowieso, nu ik toch Breugel getipt heb, kijk even op het internet. U kunt ten eerste die hele serie bekijken. Minus natuurlijk het lentestuk dan. En u kunt ook even kijken naar al zijn andere schilderijen. En neem bijvoorbeeld, dat zou ook heel leuk zijn als u daarvan de details gaat bekijken, de toren van Babel. Er zijn twee torens van Babel van Breugel. Namelijk een kleintje in Rotterdam. Zeker niet zijn beste werk. En een grote in Wenen. Wat een fantastisch ding is in allerlei opzichten. Ook qua kleur en toon. Nou ja. Het is formidabel dat iemand die eigenlijk zijn hele leven getekend heeft en aan het eind van zijn leven gaat schilderen, dat hij zo schildert. Breugel stond in zijn tijd en ook kort daarna bekend als Boerenbreugel. Omdat hij interesse had in het boerenleven en ook allerlei boerenhuwelijken heeft geschilderd. Maar Boerenbreugel, daar krijg je een beetje het gevoel bij dat het ook lollig is en zo. Dat is echt onzin. Breugel is... ondanks een zeer beperkt oeuvre, echt een van de grootste schilders uit de Europese, West-Europese geschiedenis. En, laat maar zeggen, in de West-Europese schilderkunst. Dus kijk ook op dit schilderij. Op de voorgrond zie je die jagers, die zie je op de rug. Links zie je een nogal wrakke herberg, waar ook het schild van de herberg hangt scheef en zo. Dus dat is ook al een beetje, nou ja, het zijn nooddruftige tijden in allerlei opzichten. Ze zijn bezig om een varken klaar te maken om uiteengelegd te worden. Dat hebben ze wel geslacht. Dus kennelijk hadden ze nog een varken in ieder geval. En dan kijk je dus verder in dat landschap. En eigenlijk dat stemt je best vrolijk. Want er is een heel groot stuk water. Wat natuurlijk dichtgevroren is vanwege de winter. En daar is men bezig met ijspret. En nou ja, jij denkt natuurlijk dat curling, dat in een iets heel nieuws is. Nee, ze zijn met twee groepjes zijn bezig met van die curling dingen. Dus kennelijk is dat al, nou wat is het, 500 jaar oud. En ze vallen op het ijs en ze schaatsen en kindertjes zijn bezig met een sleetje. Ik geloof ook dat op dit schilderij staat ook een zogenaamde vogeltrap. Dat is je doet wat kruimeltjes op de grond en dan doe je er een houtje overheen met wat, een soort duurtje. En dan zet je een houtje ertussen. En als er dan een vogel onder dat ding gaat zitten om die kruimels op, dan trek je het vlug weg en heb je een vogel gevangen. Ja, het is natuurlijk tegenwoordig niet meer de normale gang van zaken bij vogels in de tuin. Maar hij heeft meerdere schilderijen met een vogeltrap geschilderd. Dus in dat landschap, en het is duidelijk dat het benarde tijden zijn door de winter. Maar het is niet een somber schilderij. Je ziet dat mensen ook aanzienlijk hoeveelheden pret kunnen beleven aan de winter. Nou ja, nu heb ik het heel beperkt beschreven. U kunt uitgebreidere beschrijvingen lezen. U moet natuurlijk bovenal naar gaan kijken, want het is een schilderij. En ja, dat is gewoon een kwestie van kijken. En als u het ziet... Ik hoop natuurlijk dat u in Wenen voor dat ding staat. Dat u speciaal naar Wenen bent gereisd wat mij betreft. Deze zomer kun je het ook doen als je op vakantie bent. Zult u niet teleurgesteld zijn. Het is een magnifiek schilderij. Het is een prachtig schilderij. Het is onmiddellijk overtuigend. In een zaaltje eerder, in hetzelfde museum, hangt een ander winterschilderij. Met een hoop sneeuw erop. Waarvan je zegt, nou, hartstikke lollige kerstkaart. Maar... overigens wordt de weer jagers in de sneeuw ook wel gebruikt als kerstkaart, heb ik begrepen. Maar dat je ziet, loop even terug, loop dan weer naar jagers in de sneeuw
En je ziet wat sterker nog, ik meen een van zijn zonen heeft een vrij losse kopie geschilderd van Jagers in de Sneeuw. En daar zie je in één enkele oogopslag dat de ene een groot schilder is, namelijk Pieter Breugel de Oudere, en dat die zoon wel schilderen kan. Maar dat het niet kan tippen aan het niveau van zijn vader. Of misschien zijn opa, daar wil ik even vanaf zijn. Ik heb altijd gedacht dat je eigenlijk meteen ziet als iets een overtuigend meesterwerk is. Ik moet er nu even bij zeggen, ik zal het misschien wat vaker moeten zeggen. Mijn zuster vond dat wezenloos gelul. Ja, meesterwerk, dat vind jij, maar dat is een subjectieve opvatting enzovoort enzovoort. Die had er echt voor gestudeerd, hè? Ja, precies, die had er echt voor gestudeerd. En in de kunstgeschiedenis heb je geen meesterwerk. Je hebt interessante schilderijen. Je hebt invloedrijke schilderijen. Je hebt thematisch interessante schilderijen, iconografisch interessante schilderijen. Qua penseelvoet, alle mogelijkheden zijn daar, maar meesterwerken kennen ze daar niet. Ik ken ze wel. Ik zeg u ook nog maar ter waarschuwing, ik ben geen kunsthistoricus. Ik ben een eenvoudige genieter van schilderijen. Een liefhebber. Een liefhebber, ja. Amateur is het woord. Ik ben een liefhebber. Dus ik wil ook geen klachten horen van hij weet er geen zak van. en weg ermee. Ik heb die Breugels wel eens gezien. Dat is allemaal rotzooi. Geef mij maar Picasso. Dat wil ik allemaal niet horen. Want wat we gaan doen is, hoe arrogant het ook mogen klinken, dat wij gaan meesterwerken bespreken. Ik zal ook Vermeer, de schilder in zijn atelier, ik weet nog niet precies wanneer het ergernis hoogtepunt daarmee bereikt kan worden. Maar ik zal u laten zien dat er in de 16e eeuw tal van verbluffende meesterwerken zijn geschilderd. Sterker nog, dat zelfs in de 15e eeuw al de Vlaamse schilderkunst op een niveau staat. En dat heet dan zogenaamd de Vlaamse primitieve, maar trekt u er niks van aan. Het is schilderkunst op het allerhoogst denkbare niveau. Dus de volgende keer een andere schilderij, maar u kunt zich deze hele week vermaken met Jagers in de Sneeuw. Mogen mensen ook werken aandragen of kies jij ze helemaal alleen als uit? Als ze werken aandragen en ik ben het met ze eens. Ja, dat is het probleem natuurlijk met een podcast. Hè, dat dus jij bepaalt. Ja, ik bepaal het. En dat geldt ook voor meneer Rutte. De acolyt van Rutte, de adept van Rutte, zou dit alweer ingeschakeld hebben? Ik denk wel. Misschien vindt hij dit heel interessant. Ah, dat zou kunnen, ja. Wat vind jij het leuke aan kunst en kunst bekijken? Dat is lastig te zeggen. Het is net zo moeilijk te beschrijven als waarom het zo heerlijk is om een echte ouderwetse ijssalon binnen te lopen en dan een heel lekker ijsje te bestellen. Zoiets is het. Loop je zo'n zaal binnen. In dit geval, en met de Breugelzaal is het al, ik denk al van 20 jaar geleden of zo, dat ik er voor het eerst kwam. Dat is ook iets eigenaardigs met schilderijen. Ik kan die dingen wel dromen. Maar is dat nou een reden om te zeggen, nou, dat ga ik niet, ik heb nou wel gezien, ik ga er niet mee in. Kunnen we dan beter doen? Hè? Nee, het gekke is dat het elke keer weer even fijn is om daar te zitten, om daar die schilderijen te bekijken, om nog weer eens te denken, wat een fantastische schilderijen het zijn. Of het nou die Toren van Babel is, of de boeren, de bruilen, of het maakt allemaal geen bal uit. Het zijn schitterende schilderijen. Vaak heb je natuurlijk in zo'n zaaltje dat er maar één ding bij is, dat je denkt van, poeh, dit is nog eens wat. Maar hier zit praktisch de hele zaal. Dat is natuurlijk, ze hebben wel sinds enige tijd zo'n piephekje neergezet. Dat is verdomme vervelend. Dus omdat je dan je leesbril opzet om die kleine dingetjes te zien, bijvoorbeeld bij die Toren van Babel, en dan gaat dat ding piepen. Dat vind ik wel zo stronsvervelend. Ja. Maar goed, dat is misschien toch onvermijdelijk in zo'n dergelijk museum. Dus wat vind ik er? Je loopt soms zo'n zaal binnen en dan kijk je, heb je een allereerste blik en dan denk ik bij mezelf, wat een fijne schilderij. Hè? Geen abstractie. Wat dat betreft moet ik zeggen, zal mijn betoog heel teleurstellend zijn in de komende weken, maanden,
jaren, decennia, ik weet niet precies hoe lang dit programma gaat duren natuurlijk. Want ik doe niks aan abstractie. Ik zal één keer uitleggen dat de abstractie onvermijdelijk was, maar net zoiets als te vergelijken met een doodlopende steeg. Je loopt erin en je denkt, oh wat leuk, een straatje en zo. En tenslotte kom je erachter dat het straatje doodloopt. Maar even afgezien daarvan, en zal ik mij dus inderdaad beperken tot de tot die kunst waar jij wel begrijpt wat het is. Ja. Heb jij al je hele leven interesse hiervoor gehad? Of is dat op een bepaalde leeftijd ontstaan? Nou ja, kijk eens, mijn vader schilderde in zijn vrije tijd. Mijn vader praatte veel over kunst. Ik denk dat ik op mijn 10e dus met mijn vader voor het eerst naar het Louvre ben geweest. En met mijn zuster erbij. En dat zei mijn moeder, die was er dan ook wel bij. Schokte ook mee, zou ik maar zeggen. Die zei op een gegeven moment altijd van, Gerard, het heeft nu wel lang geduurd. De kinderen willen graag een ijsje. En dat was op zichzelf ook wel zo. Maar dan had hij ook een heel betoog bij verschillende schilderijen. Ja, ik herinner me als de dag van gisteren. Ik heb geen idee hoe dat nu hangt trouwens in het Louvre. Ze hebben daar de geslachte os van Rembrandt. Indrukwekkend schilderij. En 20 meter verder hing toen de Mona Lisa. Aanvankelijk niet met dat plexiglas scherm en zo. Tegenwoordig, ja, in verband met de gekke brigade moet het beschermd worden. En mijn vader zei van, kijk, zei hij, als je dan bij die Mona Lisa was gearriveerd, zei hij, kijk, we hebben nu twee schilderijen gezien. Die geslachte os is een meesterwerk. En die Mona Lisa is een strontvervelend ding. Dat zit er bij mij ook zo vast in dat ik nog steeds altijd als ik de Mona Lisa zie, denk ik, wat een strontvervelend ding is dat eigenlijk. En nou ja, dan weet je, je kreeg bij elk schilderij kreeg je uitleg. Wat je ervan denken moest en waarom het mooi was. En Chardin werd vrij uitgebreid behandeld. En wat natuurlijk op mij, zeker toen, een verpletterende indruk was. Dat was natuurlijk het vlot van de Medusa van Géricault. Géricault, hè? Ja. Want dat is een gigantisch ding waarbij allerlei mensen, dus die mannen liggen te sterven op een vlot. Maar dat is zo groot dat een 10-jarig jongetje, die staat daar met zijn neus eigenlijk tussen de lijken. Het hangt ook een beetje schuin, zal ik. Nogmaals, ik heb de tijden niet in werkelijkheid gezien. Het maakt op mij een gigantische indruk. Maar feitelijk, als het maar figuratief werk is, dan vind ik het altijd leuk. Maar je hebt er altijd al interesse voor gehad. Het is niet om een bepaalde. Nou, ik denk dat zonder mijn vader was dat natuurlijk. Dat was het niet op deze wijze ontstaan. Hmm. En ik weet wel, mijn zuster had een enorme hekel aan. Als mijn vader dan zo'n kort collegetje ging geven over wat we ervan moesten denken en hoe het geschilderd was enzovoort. Want dat trok altijd andere mensen, vooral in Nederland natuurlijk. Die gingen meestal luisteren, waarschijnlijk denkend dat deze artistiek ogende figuur een officiële uitlegger van de kunst was. En mijn zuster vond het afschuwelijk dat we dan belangstelling trokken. Maar god, ik weet wel dat we gingen naar de herdenkingstentoonstelling van Van Gogh in het Krullenmuligen in 1953. Van Gogh is geboren in 1853, dus het was zijn 100ste geboorte in de dag. Het was daar druk. In Zunder toch is hij geboren? Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik niet precies. Zijn vader was dominee en of die. Maar in ieder geval in de tijd waar het altijd over gaat, wonen ze dus in Zundert en daar is veel werk. Ja, je weet dat elke plek in Nederland waar Van Gogh naar de wc is geweest, waar Van Gogh één nacht geslapen heeft, waar Van Gogh zijn tanden heeft gepoetst, dat is tegenwoordig poppenkast, hè, want dat heet dan het Van Gogh huis. En dan heb je een Van Gogh wandeling en een Van Gogh fietsroute. Nou ja, allemaal enorm irritant. Maar goed, ook op die tentoonstelling in het Krullenmuller gaf mijn vader overal explicatie bij. En feit is, er ontstond altijd al een kringetje van luisteraars. En ik vond het niet zo erg. Dat zullen die mensen ook wel leuk vinden. Ja, wat trof mij toch ook weer. Nee, dat zal ik bij een andere gelegenheid vertellen. Nou ja, je kunt nog steeds in Krullenmuller natuurlijk een hele massa van Gogh's bekijken. Allemaal voorzien van een
afreus lelijke moderne lijst. Geachte directie, wilt u die lijsten weghalen? Doe er iets aan. Doe iets smaakvols. Ik weet niet precies wat. Maar dit kan echt niet. Maar vind je voor jonge mensen die zeggen van ja, de kunst vind ik helemaal geen reet aan. Moet je dan naar leren kijken? Voor mij hoeft er niks. Nee, dat snap ik. Maar groeit zoiets met als je ouder wordt dat je daar meer belangstelling voor gaat krijgen? Ik had het altijd wel. Maar ja, dat kwam dus een beetje door de opvoeding in dit geval. Ja, ik zou zeggen, je mist iets afschuwelijks. Het is net alsof je nooit hebt geluisterd naar klassieke muziek. Of je nooit hebt geluisterd naar schilderijen. Dat je niet kijkt in de Europese steden, die natuurlijk in allerlei opzichten in hun constructie en hun gebouwen, voor zover ze niet weggebombardeerd zijn in de loop der jaren, natuurlijk de geschiedenis van Europa laten zien. Neem Amsterdam, het was een hele 17e-eeuwse handelsstad. Weliswaar met een paar rotte kiezen erin, maar toch. Het paleis op de Dam, sorry, het stadhuis op de Dam. En dat heb je in andere Europese steden, heb je dat ook. Ja, als je daar allemaal geen kijk op hebt. Ik vind het jammerlijk, dat zal ik eerlijk toegeven. Maar ik ben niet voor dwang. Het zou mooi zijn als er aandacht aan wordt besteed. En bijna altijd blijkt dat als je dat handig organiseert, die aandacht, dat mensen best bereid zijn om te kijken of te luisteren of wat dan ook te doen. Ja. Ik heb me eens voorgesteld dat bij MTV dat er officieel en verplicht bij elk uur van die afschuwelijke moderne muziek, dat vind ik dan weer... Wat is MTV'er? MTV. Oh, MTV. Oh, sorry, ja. Dat je elke uur ook 5 minuten Schubert erin moet stoppen. Ja. Ja. Wie weet heeft het effect. Nou goed, misschien kunnen we met deze podcast ook een hele kleine bescheiden bijdrage leveren eraan. Ja, sowieso zie ik de podcast als een kleine bescheiden bijdrage aan een betere wereld. Behalve die manier waarvan ik niet over Rutte mag praten. Ja. Je vraagt je toch af wat die meneer nu denkt over Rutte? Ja, maar dat moet hij even laten weten. Ik ongetwijfeld luistert hij nog. Okay. Hij zal ongetwijfeld getriggerd zijn door... Ja, want hij wordt op deze manier wordt hij beroemd in Nederland. Namelijk iemand die een, hoe heet het, een speciale bediening voor zijn radio heeft gevonden of voor zijn... Ja. Waardoor hij het meteen uit kan zetten. Precies, een soort van Rutte-fanclub. Afstandsbediening, een soort handige afstandsbediening. Geachte directie, wilt u die lijsten weghalen? Doe er iets aan. Voor NPO 1 is toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best beluisteren. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium Generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Waarom moet je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.